Yo, dit is Elf, mijn vlog nummer 27. Vandaag ga ik mijn vader even verrassen. Die was gisteren jarig. En daar ga ik dus nu heen. Mijn zus is gisteren alleen geweest, samen met haar vriend. Maar ja, toen kon ik niet. Ik had nog aan Nassie gevraagd of ze misschien vandaag met mij mee wou. Maar zij kon dus vandaag niet. Dus vandaar dat zij en haar vriend gisteren waren. En ik er vandaag heen ga. Dus, wens me een goede reis en veel kijkplezier alvast. Zo, iets meer langer dan 3 uur verder. En ik ben aangekomen, eens kijken wat mijn vader gaat zeggen. Even klieren met hem, als hij iets mensen horen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Alles gut? Ja. Super. Wel, godverdomme. Alles goed? Ja. Hoe vind je het met de verjaardag? Ja, dankjewel. Natalie die heeft me gisteren verrast. Ja, dat klopt. Daar stond ik zo met de bek open te kijken. En zij komt eraf en die krijgt bezoek. Ik zeg, ga je neuken? Ja, dat zie ik dan wel. Ik dacht, godverdomme, mijn zoon voor de deur. Mooi, man. Moet je een potje bier? Ja, eentje kan wel. Moet je vandaag nog weer naar terug? Ja, morgen hoef ik pas om 1 uur te beginnen, dus ik kan wel al laat blijven. Dus. Ja, dus. Ik zal even een koel uitdoen. Ja, ik dacht misschien Nassie vandaag, maar Nassie kon vandaag niet. En ik kon gisteren niet. Ik moest gisteren werken. Gisteren ja, dat weet ik. Tja. Een kopzuur regen, hè, als je mij zo kijkt. Dat is echt kopzure regen. Naar de kapper toe. Over regen gesproken, wat een klerenbui was er net. Oh. Dan zag je ene flikker. Ja. En dan waren ook nog van die halve Mongolen die de lamp uit hadden. Die rijden met 250 door. Ja. Hij is er veel mee. Nee, ongeveer. Maar zo hadden we een jaar dan 90. Maar dan nog, die auto, je zag al bijna geen flikkeren, en dan ook nog niet denk van, wat is dat nou een auto? Ja hoor, zonder licht. Oetzenger is erbij, ik heb al even open getrokken. Ik ga je nu even een fles bier. Ik heb hem gekoeld, ik ben nog aan het koelen. Ja. En ik heb in de koelschrank heb ik nog een koele staan voor jou. Nu gaan we nu zuipen. En gaan we weer een drankje doen. Oh sorry hoor, ik wil wel even een peukje maken. Ja, dat is inderdaad een hele zielige boertje, dan moet je inderdaad een excuse voor aanbieden. Ja. Mijn excuses. Hij staat in de fikvinger, hè? Fikvinger. De stekenvinger. Dat best niet doen. Wat ding? Huh? Dat gebeurt. Ik heb een leuk raadseltje voor jullie, ja? We hebben een leuk raadseltje. Ja, let op. Ik zie een ritsen, man. Oké, ik geef het eens een huis. Mijn zoon en man die hadden me de flauzen in kaf. Even een huisje tekenen. Zo. 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 Oké. Geert's nog? Herr Oberstubmannführer. Oké. Goed. Dat is hier zijn huis. Ja. Nou, en Wartet. Dat is zijn huis. Ja, dat is zijn huis. Ja. Er darf nur einmal hochgehen. Dat hier is een lamp, een licht. En er moet wissen welke van de 3 knoppen dat licht angeht. En er darf nur einmal nach oben. Er darf nicht mehr runter. Und dann will ich von euch wissen, welche entweder 1, 2 oder 3 das Licht angeht und auch wieso, wie man das entdeckt. Er darf nur einmal hochgehen. Er darf nicht zum Beispiel, er macht die an, dann wieder und dann hoch und dann wieder runter. Er darf nur einmal hochgehen.
Du sag mal, du Penner, weißt du, was du überhaupt fragst? Ja. Wie soll ich das denn wissen? Normalerweise kann man schon Geld mit verdienen, wenn man das der Lösung so. Ich gebe dir, naja, eine Stunde Zeit, um über nachzudenken, über die Lösung. Welche Lichter? Na, am liebsten eigentlich Antwort, wie man ja, es entdeckt, welche es sein muss. Oftewel, je moet erachter zien te komen hoe je welk knopje de licht aandoet. Een antwoord geven van niet alleen 1, 2 of 3, maar echt hoe je erop komt. Van waarom denk je dat hoe het zo moet? Ja, die man die had nog flauwzen in kop. Die is verrot. Weißt du was? Nee. De antwoord ga ik hier niet zeggen, anders is het niet leuk meer. Tenminste, het antwoord wordt ja, niet gefilmd. Dat, wie zal ik wisten dat ik een tastic druk moest? De druk zal wel draaien. Zo, ding, ding, ding. Ja, maar nu moet je weten, als de lamp dan brandt, ja, ze is al een 3 ingedrukt, dan moet je alsnog weten welke het eerst geweest. Roland, hilfe! Ik neem eerst een putte bier. Je doet maar even. Het is nu 7:45 of 8:15. Eigenlijk moet je een leuk opdrachtje doen als je het niet geraden hebt. Mevrouw naaien? Nee, dat was geen pornofilmpje. Weet je, zal ik wel een woord vertellen? Ik was er ook een keer getrouwd, hè? Bij Joey toen. Hij zou, het was ook nog in de tijd van de winter. Hij zou, als ik het in een uur zou raden, in zijn onderbroek, zou hij dan door het dorp gaan rennen. In de winter? Ja, maar hij wist dat hij toch ging winnen. En ik moest dus, als ik het niet ging raden in een uur, in mijn onderbroek binnen gaan rennen. Ik had verloren, dus ik stond in mijn onderbroek te rennen. Ja! Dus... Jij krijgt een denktijd, het is nu 7:45 of 8:15, dan horen jullie af hij het geraden heeft of niet. Lijkt me apen. Mijn oude heer heeft het opgegeven. Naar ongeveer 20 minuutjes. Ik ga nu de oplossing zeggen, maar dat doe ik niet in de camera. Want anders is het niet leuk meer voor iemand anders. Jij had volgend jaar, als jij niet zou raden, zou je een liedje zingen. Begin wel met een liedje te zingen. Tarambura, tarambura, ik ali. Daar moet je op reageren. Doe maar als je al verder bent. Tarambura, ik ali. Hallo. Faals. Nog eens. Tarambura, tarambura, ik ali. Faals! Nog eens. Tirambora, tirambora, Kali. Heb je een kop soep? Nee. Ik vind het echt flauw. Die oplossing is flauw. Ja. Hij heeft zijn best gedaan hoor. Ja, flauw. Zo, ik ga nu richting Nederland. Ik ga even afzien voor mijn alte. Ja. Oberstamfuhrer. Oberstamfuhrer. Boxen. Boxen. En voor Eva Braun. Dankjewel. Dus niks te maal. Ja. Ja, wacht even. Goed of wat? Laat me nog even de puik roken. Oké, doen we dat. En dan. Ik rook nog even de puik. Goed voor gezondheid, of niet? Ja, want onze draait Brigitte mij de nek om. Je mag in huis niet roken. En dan even de kelder in, even de muurtonnen, even aan de straat. En dan vraag zien we ons. Is goed. Leider. Ja. Leider. De plicht roept. De plicht roept. En daar heb ik gisteren ook tegen Rick en Nathalie gezegd. De mooiste verjaardagscadeau, dat was de onverwachte bezoek. En de tweede verjaardagscadeau, de onverwachte bezoek van jou. Het gaat niet beter.
Dat zei Nasri toen ze hier gisteren aankwam dan. Maar ik kwam ook mee, maar die moest werken. Ja. Ja, dat zei ze. Ik zei, nou ja, oké. Dat is een verplichting. En ik zei, daar kan die man niks aan doen. Maar dan sta jij opeens voor de huisdeur. En stiekem afgesproken met Brigitte, hè? Ja. Maar wat is nou de mooiste verjaardagscadeau? Een bommenzintje? Nee. Die heb je niet nodig, want ik ben veel tonui. Maar mijn kinderen, jullie wonen wel even 280 kilometer weg. Ja. Zijn de mooiste verjaardagscadeau? Beter. Het gaat niet beter. Beter gaat niet. Ja. Ik hoop dat het straks wel rustig is op de weg. Dat denk ik wel niet. Ja. Je zit bijna 9:30. Komt maar goed. Ja. Ook door Roelgebied. En dan bij, even kijken, richting Borken de 31 op naar richting Emden. Komt wel goed. Ik denk dat je in 2,5 uur thuis bent. Ja, denk ik ook wel. We zijn net 3 uur, ja, maar ik had ook 2 keer in de file gestaan. Dus, ja, daar kom je vanaf niet. En keihard geregen, wat ik ook langzaam moest rijden. Ja, heb je niet. En je trapt de Fransoos even lekker op zijn bekkie. Ja. En dan komt er allemaal goed. Yeah. Dus jij doet maar even een peukie. Die je net geleden ook al, nog niet eens 10 minuten geleden ook al had opgestoken. Tja. Ja. Smoking is bad, oké? Nee joh, ik rook graag. Zo, ik ben weer thuis, veilig aangekomen. Tijdens de terugweg was het een stuk rustiger. Daar heb ik er ook 2,5 uur over gedaan. In tegenstelling tot de heenweg, waar ik 3 uur over gedaan heb. Waar we ook 2 keer in de file gestaan en een dikke stortbui van hier tot Tokio. Waar ik door niet harder kon 90. Ja, ik ben nu ook back af. Ik duik ook gelijk mijn bed in. En hierbij wou ik dus ook mijn vlog gaan afsluiten. Dus dit was 11. Vlog nummer 27. En tot de eerste volgende vlog. Peace out. Yo.